Woensdagmiddag in de Willem de Zwijgerlaan in Voorschoten opent wethouder Monique Lamers de vernieuwde speelplek. Wat super dat jullie er allemaal zijn. Ik ga meteen eigenlijk het woord geven aan Monique Lamers. Ik ben de beheerder. Ik heb waarschijnlijk heel veel contact gehad met jullie. Ralf Pitlo, dus via de mail hebben wij contact gehad. Maar uiteindelijk gaat de opening door de kinderen en Monique. Maar Monique gaat er wat over vertellen. Dus Monique, aan jou het woord. Ja, het is geweldig, zo'n speelgelegenheid. Er hebben heel veel mensen namelijk meegedaan aan het bedenken van hoe dit moest gaan worden. Er hebben 106 kinderen meegedacht hierover. En 44 volwassenen. Dat zijn veel contacten. En dat is ook leuk. Samen spelen is leuk, maar samen iets bedenken is minstens nog zo leuk ook. En zeker als het zo mooi wordt. Dus ik vind het, ik ben hier gewoon heel erg blij mee met dit project. Met hoe het is geworden en wat het is geworden. We gaan het openen. Jawel. Dan houden we hem samen vast. En dan zeg ik, wij verklaren deze speeltuin voor geopend. Yes. Ja, en toen was die officieel open, de vernieuwde speeltuin, met nu ook speeltoestellen voor de wat oudere kinderen. En die zijn daar hartstikke blij mee. Welke smaak is populair? We hebben vandaag aardbeien en banaan. Ja, en om de feestelijke opening wat extra luister bij te zetten, kwam ook de ijskoman nog even langs. En de veiligheid is ook beter gewaarborgd in de nieuwe speeltuin. Om het voetbalveldje en het hockeyveldje staat nu een hek. De bal kan minder snel de straat oprollen en de kinderen kunnen er niet achteraan rennen.